Goedendag, jullie kennen allemaal wel het programma Catfish. Dat je denkt dat je met iemand praat en dan blijkt het toch iemand anders te zijn. Vaak is dat onschuldig. Vaak hoef je daar niet meteen voor te betalen, natuurlijk, emotionele schade. Maar betalen hoeft niet. Nou, ik heb me net aangemeld bij een betaalsite, Stiekem in Contact. En ik heb een account gemaakt. En ik zal eens even laten zien wie ik ben. Ik ben een man. Ik woon in Nederland, Limburg, Maastricht. Ik ben groot dan 2 meter. Ik ben dik. Ik heb grijze ogen. Mijn haarkleur is gekleurd. Ik heb eigenlijk niet meer gedaan dan basisschool. Ik rook als een ketter. Piercing als gothics. En tatoeages als een uitsmijter. Mijn hobby's zijn mediawijsheid, ethiek en morele competentie en vooral oplichters op het internet opsporen. Want ik vind dat ik jullie daarvoor moet waarschuwen. Je kunt allemaal wel zeggen, pas goed op. Ik laat het nu even zien. Ik ben gescheiden en dus ben ik, laten we het zo zeggen, ik ben eenzaam. En wat ik heel belangrijk vind is natuur. Want natuur is mijn lust en mijn leven. Nou, ik heb eventjes wat voorwerk gedaan en ik vond deze dame wel mooi. 42 jaar en ik dacht van, laat ik daar eens contact mee gaan zoeken. Ik stuur een flirt. Wat zou ik zeggen? Ik vind je knap. Die stuur ik. Ja? Nou, ik klik om verder te gaan. En dan ben ik benieuwd of ik iets van haar te horen krijg, maar ik kan natuurlijk ook en voor kiezen, even terug, en dan stuur ik haar een berichtje. Hoi, ik vind je knap. Hoe is het met jou? Ik ben een bofkont. Ze heeft meteen gereageerd. En kijk, hier staat haar plaatje. Even kijken wat ze mij schrijft. Hoe is het met jou? Nou, het gaat nu beter. Hoe ik jou mag spreken. Het gaat nu beter hoe ik jou mag spreken. Ik ben zo benieuwd wie jij bent hoor. Misschien kunnen we samen een mooie boswandeling maken, zodat jij je nog veel beter kunt gaan voelen. Nou, laten we nog even kijken naar mijn geweldige profiel. Ik ben een Limburger, kom uit Maastricht, ik ben groter dan 2 meter, maar ik ben toch vet. Ja? Ik heb niet meer gedaan aan een basisschool. Ik rook, ik heb piercings, ik heb tatoeages. En nu gaan we kijken naar wie allemaal daarop afkomt. Let op. Deze mevrouw. Lijkt me niet echt normaal. En kijk, ik heb ook nog post. Wie zou dat zijn? Potverdomme zeg. Alweer Rien uit 1972. We gaan eens kijken. Oh, dat is een goed idee. We gaan samen boswandelingen maken. Want ik hou zelf ook van wandelen. Doe jij misschien aan sport? Ja, daarom heb ik ook zo'n dik lijf. Ik doe aan sport. Elke dag. Daarom ben ik ook zo dik. Maar maakt jou dat wat uit? Heb je iets tegen dikke mensen? Of zie je mij toch wel zitten? Nou, kan je bielen doen. Hoppakee, gestuurd. Mensenlief, ik ben super populair, je ziet het. Binnen de kortste keren heb ik heel wat mailtjes ontvangen. Ik heb interesse in jou. Hè? Iedereen wil natuurlijk een hele dikke, lange, rokende, piercing hebbende, tatoeage dragende man hebben.
Kijken wat zij zegt. Even kijken. Ben je dik? Omdat je al sport doet? Je laat me lachen. Want dan moeten we veel lopen, hè? Maar dik zijn maakt mij niks uit, hoor. De liefde moet er zijn. Super. Dat vind ik fijn om te horen. Ik heb gehoord dat er ook fictieve zonen op deze site staan. Je bent de eerste die echt overkomt. Jij bent toch niet fictief, hè? Want dat zou mij pijn doen. Kijk, wat ze doen in de kleine lettertjes, zetten ze dat er ook fictieve personen en profielen zijn. En dat is dan voor entertainment of vermaakdoeleinden. Ik denk, kijk, daar kunnen ze natuurlijk heel veel mee afdekken, maar ik denk als zij nu reageert met nee, ik ben niet fictief, en ze is het wel, dat ze dan wel in de fout gaan. Laten we kijken wat haar reactie zal zijn. En of ze het überhaupt gaat beantwoorden, dit. Ze heeft gereageerd, en nu gaan we samen de dingen openen. Ah, ik begrijp het woord fictieve even niet, hoor. Ik vroeg jou wel wie jij bent. En ik ben Renate, die op die foto ziet, hoor. Ik heb haar foto geüpload op deze site, ImageRadar. En dan kun je eigenlijk, dat noemen ze, geloof ik, iets van reverse image search. Kun je op die manier achterhalen wie achter de foto zit en of die foto misschien vaker gebruikt is op het internet. Nou, dan gaan we even kijken en we gaan ze dan testen. En dan hoop ik dat wij erachter komen of dit nu fictief is of niet fictief. Maar zij was van vlees en bloed, zei ze. Dus ik hoop voor haar dat ze van vlees en bloed is. En anders is dit pure oplichting. Dus even wachten. Oeh, dat is wel heel vaak dat ze op internet staat. Zien we dit? Het is bijna niet vind jouw seksdate hot dating Nederland. Laten we eens aanklikken. Kijk, daar staat ze. Ja, dat zien we natuurlijk niet. Dus even kijken of ik het groter kan maken voor jullie. Ja, daar staat ze. Hier staat ze ook. De buurvrouw. Het zijn allemaal oplichtingssites wat we hier hebben. Hè? Flirt gratis. Staat ze ook een keer. Single matches. Wauw. Hallo zeg. Moet zien hier. Staat ze allemaal op. Goed. Ik heb haar dus opgezocht. Ze komt op verschillende sites voor. En ik schrijf nou, hoe komt het dan dat ik jouw foto op al deze en nog veel meer sites terug kan vinden? En die heb ik dan hier erbij gedaan. Ze heeft gereageerd. Even kijken wat ze nu zegt. Dat zou kunnen, want dan ben ik net als jou ook zoekende. En hopelijk gaan we het hier wel waarmaken, want dat is toch ook jouw bedoeling? Ja, natuurlijk. Ze staat op misschien wel meer dan 100 sites. Oké. Hoe krijg je het voor elkaar dan om meer dan 100 sites bij te houden? Daar heb je toch een dagtaak aan? Of is op
lichting, geen taak, maar vermaak. Ja, dat rijmt leuk.